Wat mij verwondert is dat recent er ook kandidaten voor de komende verkiezingen zijn die uitspraken doen die strijdig zijn met onze waarden en normen. Mensen die zeggen ik weiger vrouwen de hand te schudden, dat gaat heel ver voor mij, dat gaat veel te ver voor mij. Maar ik lees nu vandaag zelfs dat die mensen ook zeggen dat jongens en meisjes in dezelfde school zetten, dat dat pure kindermishandeling is. Dus ik ben daarvan verwonderd dat die mensen op een democratische lijst komen te staan. Diversiteit op kiezerslijsten is voor mij heel belangrijk. Dat is wat mijn partij althans het voorbeeld van geeft. Maar ik ontwaar dan toch enige hypocrisie bij diegenen die de uitspraken van de Islampartij stellig veroordelen, maar dan toch hetzelfde doen met hun eigen mensen. Dat wou ik toch even gezegd hebben. Ik heb een heel zeer duidelijke zin uitgesproken en ik wil hem nog wel eens herhalen. Dat ik dus ten sterkste veroordeel wat er onder andere gebeurt met die partij Islam. Maar dat ik ook tegelijkertijd zeer sterk veroordeel dat er partijen zijn die personen van gelijk welke geloofsovertuiging, dus ik viseer hier niet alleen de Islam voor alle duidelijkheid, van gelijk welke geloofsovertuiging op hun lijsten willen zetten die deze fundamentele waarden niet respecteren. En ik heb hen aangeraden om dat niet te doen, maar dat is het enige dat ik kan doen. Ik veroordeel het, ik raad het af om het te doen, maar ik denk dat verschillende politieke partijen dan zelf maar eens in de spiegel moeten kijken.